Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Ja, hele tijd geen video geweest. Ja, ik heb vakantie gehad. Dus, nou. Ja, het is natuurlijk niet vrijdag, nou ik hem upload. Maar ik denk, doe even een heel kort videootje. Dan kunnen jullie dat zien. Kijk, ik heb mijn meterkas aangepast. Dus, ik ga heel even over die meterkas praten. Laat ik jullie dat zien. En dan ga ik weer afsluiten. En dan ga ik verder aan mijn video waar ik mee bezig ben. Ja, ik heb de meterkas aangepast. Voor degenen die de video niet gezien hebben, zoek er even op. Meterkas maken, aanpassen, ik weet niet hoe die heet. Hier komt de stroom naar binnen nou. Gaat naar die verdeelblok. Van die verdeelblok uit gaat het naar deze werkschakelaar. En van de verdeelblok uit gaat het weer via een kabel. Die heb ik ook vernieuwd. 4 kwadraat. Gaat die naar deze schakelkas. Daar zit nog steeds de oude aardlek in. Dus mocht iemand een aardlek hebben die nieuwer is, maar wel die dit model heeft. Anders kan ik er niks mee. Hou ik me aanbevolen. Doe me even een mailtje sturen. Dan komen we er wel uit met betalen en de verzendkosten. Dan heb ik dat ding. Dan is iedereen blij. Van de verdeelblok uit gaat het dus naar de werkschakelaar. Van de werkschakelaar uit gaat het weer naar deze verdeelblok. En van daaruit gaat het naar de aardlekautomaat voor de jacuzzi. En dit is tijdelijk een zekering, die heb ik daar gewoon ingezet, zodat die draden niet los zweven. En dit is zachte draad, of noemen ze dat, geen volharde draad, met adereindhulzen. Er waren mensen bij, die zeiden dat ik het niet goed gemaakt heb. Dat mag allemaal zo. Dus nou, deze kas is buiten dat ding, even duidelijk. Volgens de goede richtlijnen opgebouwd. Dat heb ik laten checken en dat is zo. Daar kan heel Nederland nou weer commentaar op geven. Maar het is wat het is. Zo blijft hij nou. En hier ja, komt een andere aardlek in. En ik heb dat nog eens even bekeken. De beugelzaag gaat weg. En dan is denk ik het probleem ook dat de stroom steeds uitvalt ook opgelost. Nou, dit is die beugelzaag. Die kan niet zo goed tegen de nieuwe aardlek. En dan valt de hele tijd de stroom uit. Nou, die heb ik nu al 20 jaar. Zo in gebruik, die is hartstikke in orde, dus daar is niks mis mee. Maar die wil ik dus verkopen. Dus als iemand interesse heeft, dan kan die dat ook nog eventjes mij mailen. En als de prijs goed is, gaat die weg. Ik wil hem niet te goedkoop wegdoen, want het is een goede machine en daar is verder niks mis mee. Dus, nou ja, heel veel mensen hebben die al gezien in video's. Maar hij neemt heel veel plaats in beslag. En aangezien mijn machine steeds groter worden, moet ik sommige dingen die ik weinig gebruik, moet ik afscheid van nemen. Ja, er waren ook mensen die zeiden van, hoe zit het met de lintzaag van de Parkside? Nou ja, perfect. Die bevalt zo goed dat ik dus die beugelzaag weg ga doen. Dus er moeten nog wat modificaties aan, want als jullie zien, deze afstand is wat groot. En die klemming hier ga ik veranderen. Maar ja, oké. Okay. Dat heb ik betaald. €179, meen ik. Ja, die is gewoon goed voor het geld. Dus. Voor mijn doel is die perfect. Ja, dan zijn jullie weer op de hoogte een beetje van de projecten. Er waren mensen die vroegen zich ook nog af hoe met de Abene is. De Abene ben ik de lak vanaf aan het halen. Ja, dat is een heel klusje. Ja, ik haal de lak eraf. Daar kan ik wel een video van maken. Ik heb het zelfs gefilmd. Dus mocht iemand dat toch willen zien, ja, dan zal ik daar een montage van maken. En dan zal ik die gewoon eens een keer tussendoor online zetten. Maar dat is, ja, ik ben de lak eraf een beetje. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus ik ben er wel mee bezig. En ik moet nog wat dingen uitzoeken. Maar ik heb ook even weinig tijd gehad en weinig zin gehad eraan. Maar het begint wel langzaam te komen. Dus niet te warm nou. En het is ook niet te koud. Dus we gaan er wel langzaam verder. Dus daar zijn jullie ook een beetje op hoogte van. Ik weet of er nog meer mensen in de comments wat geschreven hadden waar ik nog geen antwoord op gegeven heb. Geen idee. Maar in ieder geval. Willen jullie abonneren op mijn kanaal en meer van dit soort dingen zien? Niet in deze vorm, maar dan gewoon in videovorm. Dan vergeet niet te abonneren en het belletje aan te klikken.
Ja, dan zijn jullie een beetje op hoogte. En dan zeg ik weer zoals ik altijd zeg. Tot de volgende. Dag.